die op instorten staan, dat vind ik aantrekkelijk. Dat begint met één droom, één ideaal, één visioen en nog één, en nog één, en nog één, en nog één. Is er iemand hier al eens in Teheran geweest? Ja? Dat is toch lelijk, hè? Ja. Lelijk dat dat is. Nee, dat is echt lelijk. Nee, dat is lelijk. Vijf. En de vrouwen? Paarse lippen, volumineuze wimpers, rood gelakte nagels, neuscorrecties, wulpse lijven, torenhoge stiletto's en dat allemaal verstopt onder een sluier. Uitdagen. Daag de regels uit, zo rekt je ze uit. Waar het moeilijk is, moet je blijven. Wij zwijgen veel. Aan tafel. Ja, ik heb dat nodig om veel te babbelen over ons. En hij heeft wat minder. Verboden. Popmuziek verboden. Als de jas van de vrouwen niet lang genoeg is, worden ze opgepakt voor buitensporig gedrag. Homoseksualiteit verboden. Homo tegen de muur en knal. En ze besloot vanaf toen een pitbull te worden. Een pitbull die bijt, die haar kaken op slot zet en die zweert om nooit los te laten. En ik kijk naar Noël. Zij zuigt haar liefde en idealen op en blaast ze uit als een vuurspuwende draak. Een vuurzee vol verlangen. Hervormers worden onthoofd. Vrijgezinden geëxecuteerd. Idealen geamputeerd. De piek eraf van de progressieve. In de bus naar huis vliegen de onleesbare Arabische tekens voorbij. We kijken naar buiten, naar de bomen en de woestijn en een kameel die daar precies per ongeluk staat. En we tuurden allebei in het oneindige en we zagen dat het goed was. Misschien is dat elkaar graag zien. Het oké vinden dat je er geen bal van snapt. Iran, dat is een botsing van idealen. Iran, dat is zoals haar verkeer. Dat zit vast.